Dag, lieve jongens en meisjes. Ik wil zeggen dat we bijna aan de A-gedeelte bijna gedaan hebben. Dus, we gaan nu hier de C-gebied en de D-gebied ook opvullen. Dus, dat was het tweede deel van hoe maak je een dime painting. En als je het niet weet, krijg je nog een tip. Je kunt aan de muur hangen. En het is rondgewikkeld op hout. Met een tekening erop.